Stel je voor, je zit in uh, de vierde klas, je hebt interesse in uh, natuur en techniek en je moet gaan kiezen. Je moet gaan kiezen, je bent geïnteresseerd in, in de techniek, dus je komt er snel bij een, uh, een technische universiteit terecht. Nou, voor mij waren er drie keuzes. Um, in Nederland zijn er drie keuzes, je gaat of naar Delft of naar Eindhoven of naar Enschede. En uh, ik ben in al drie de steden geweest en ik vond Delft het leukste. Dus dat was voor mij best wel duidelijk, ik, uh, ik ga naar Delft. Maar wat moet je dan doen? Wat ga je studeren? Ga je uh, lucht- en ruimtevaart studeren? Ga je elektrotechniek studeren? Um, nou, ik ben op uh, verschillende faculteiten geweest en ik merkte dat bij lucht- en ruimtevaart er een passie was voor techniek. En ik merkte dat bij mezelf er een passie voor techniek was. En ik heb interesse in, in vliegtuigen en in dingen die snel gaan en hard gaan. En ik, uh, ik wil iets doen met hoogstaande techniek. En zodoende ben ik bij, uh, bij lucht- en ruimtevaart terechtgekomen en ik, uh, ik ben daar begonnen. En dan begin je met je bachelor. Je bent helemaal nieuw in deze stad en uh, je weet niet wat je moet verwachten. Je krijgt een paar colleges, veel theorie. En dan denk je: nou ja, is dit het? Is dit het? Alleen maar theorie. Maar dat vond ik juist het leuke aan, uh, aan lucht- en ruimtevaart. Lucht- en ruimtevaart was niet alleen maar theorie, maar ook praktijk. Je krijgt dus uh, in, uh, in de klas worden er uh, formules uitgelegd, wordt de theorie uitgelegd. En daarna zegt ze, nou jongens, jullie weten nu hoe een vliegtuig werkt. We gaan eens testen of dat uh, in het echt ook zo is. Vervolgens ga je dan met z'n allen in een vliegtuig zitten, ga je vliegen en uh, je gaat kijken of de dingen die jij uh, voorspeld hebt, of dat zo is. En dat komt heel veel terug uh, bij verschillende projecten. We vragen jou van, nou ontwerp een, een vleugel, ontwerp een, 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 een wingbox. En dan uh, mag je dat ontwerpen, je mag opkomen met het ontwerp. En vervolgens zeggen we van nou, je hebt het ontworpen, ga het maar bouwen en dan gaan we testen of dat echt zo is. En of dat nou klopt of niet, het gaat erom dat jij uitlegt waarom dingen kloppen of niet. Als jij er iets van geleerd hebt, dan is dat voor ons belangrijk. Vooral de theorie en de, de koppeling tussen de theorie en de praktijk is heel erg belangrijk. En dat waardeer ik heel erg in de lucht- en ruimtevaart. Het is niet alleen maar formules, maar het is juist ook het toepassen van die formules en vervolgens kijken of het in het echt ook klopt. Dus dat leer je heel erg in, uh, in de bachelor, eerste 2,5 jaar ben je er heel druk mee. En vervolgens krijg je dan een half jaar vrij bij lucht- en ruimtevaart. Dan mag je de minor gaan doen, mag je kiezen wat je, wat je wil gaan doen. En dat kan zijn lucht- en ruimtevaart, dus heel erg uh, uh, specifiek. Maar je kunt ook zeggen, ik doe wat anders. En ik, uh, ik was zelf na 2,5 jaar uh, lucht- en ruimtevaart, wilde ik eigenlijk wel eens wat anders proberen. Dus toen ben ik uh, operations management gaan studeren. Dus nadenken over uh, productieprocessen en hoe je dat kunt doen. En dat, uh, dat is ook heel erg uh, interessant. Dat vond ik iets leuks, het was net iets anders dan lucht en ruimtevaart, maar dat mag allemaal bij ons. En vervolgens heb je het bachelor eindproject, design synthesis exercise heet dat. En in principe betekent dat gewoon dat je een project van begin tot eind mag gaan, uh, gaan doen. Dus samen met tien studenten krijg je tien weken de tijd, of van het begin, dus ze zeggen nou we willen een vliegtuig wat dit en dat kan, tot het einde, tot het ontwerp wat je zelf maakt, tot de, de uh, performance die jij, uh, die jij uh, berekent. Dus gewoon jouw ontwerp van begin tot eind kun jij behandelen, en ik vond dat echt een hele goede ervaring. Het is niet alleen maar uh, dat je een klein stukje van een vliegtuig gaat doen, maar je gaat eerst bij het begin beginnen, je stapjes neem je, je leert steeds meer, je ontwerpt je vliegtuig verder en op het eind ben je klaar en heb je je eigen vliegtuig ontworpen. Nou, na de bachelor uh, wilde ik wel eens wat anders doen. Dus dan ben ik een jaar naar, uh, naar het buitenland gegaan, te weten in China. En daar heb ik eerst een half jaar bij een, een staalbedrijf gewerkt. En dat was heel leuk, want dat was in relatie met mijn minor. Dat ging over productieprocessen en daar heb ik nagedacht over hoe je dat productieproces kan verbeteren. Maar na een half jaar merkte ik dat lucht- en ruimtevaart mij toch wel trok. Dus ik ben daarna uh, van baan gewisseld en ik ben bij een, een bedrijf gaan werken dat onderdelen maakt voor de nieuwe Airbus A350. Dus dat was heel erg lucht- en ruimtevaart. En ik ben erachter gekomen dat lucht- en echt mijn ding is. Dus lucht- en ruimtevaart is wat ik interessant vind en ik wil nadenken over vliegtuigen. Um, zodoende ben ik ook uh, mijn master begonnen bij uh, de faculteit lucht- en ruimtevaart. En daar uh, heb ik, mede gebaseerd op mijn keuze en mijn ervaring in China, heb ik dus gekozen voor een master in uh, aircraft design, dus vliegtuigontwerpen. Want ik vind het juist leuk dat een vliegtuig alles moet kunnen. Je moet een vliegtuig kunnen hebben wat uh, zuinig is, waar mensen ruim in kunnen zitten, die veel vracht mee kunnen nemen. Al deze dingen, die moeten allemaal samenkomen in één ontwerp. En dat maakt de lucht- en ruimtevaart heel bijzonder. En dat is ook de reden dat ik me daarin wil specialiseren. Want ik wil ervoor zorgen dat het volgende vliegtuig dat die net iets efficiënter kan, net iets meer vracht mee kan nemen, net iets meer uh, uh, personen comfort kan geven. Al die dingen moeten samenkomen in het nieuwe ontwerp, het vliegtuig van de toekomst. Um, voor de mensen die nadenken over lucht- en uh, het belangrijkste tip is: kom naar Delft. Want je kunt heel veel lezen in brochures, je kunt heel veel verhalen horen van mensen en lezen op het internet. Maar uh, ik heb zelf gemerkt dat als je naar Delft komt, dat je echt de studie kunt ervaren. Kom naar een mededag, kom naar een open dag, ga gewoon ervaren. Ga praten met studenten. Ga rondlopen op onze faculteit. En dan merk je wat Luchtruimtevaart is. En ik denk dat als jij met studenten kunt praten, je kunt echt in een college gaan zitten en echt ervaren hoe het is, dat dat de beste ervaring is die, uh, die je kunt hebben. En ik neem aan dat, uh, dat die ervaring. En elke keer dat jij uh, naar Luchtruimtevaart komt en je denkt, dit is het, dat dan Luchtruimtevaart de studie voor jou is.